Vandaag ben ik bij Van Ham Tenten en Podia in het mooie Brabant en heb ik een gesprek met Martijn, eigenaar van het bedrijf. En het bedrijf is al sinds ruim 40 jaar actief in het verhuren van materiaal, voornamelijk tenten en podia, aan festivals en andere toepassingen in Nederland. Dus het zal een mooi gesprek worden en veel plezier. Hey Martijn, leuk om elkaar te zien. Leuk dat je bent, Thijs. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging in ieder geval. Leuk dat je erop in bent gegaan. Ik volg je al een tijdje op internet als ondernemer. Ik als mede-ondernemer en ik volg jou omdat je ondernemer bent. En je hebt een aardig bedrijf wat je runt, wat je draait. Wat je door de COVID-crisis heen loodst. Probeer te loodsen in ieder geval. Wat stond er op je deur? Chief Chaos Manager of zo? Manager of Organized Chaos. Manager of Organized Chaos, een mooie naam. En ik denk, vertel maar als het iets anders is, maar dat het in jouw branche sowieso altijd wel een beetje iets van chaos is. Afgelopen 12, 15 maanden waarschijnlijk net wat meer. Misschien kan je wat vertellen over wie je zelf bent en welke bedrijven je op dit moment leidt. Ja, ik ben Martijn van den Broek, eigenaar van Ham Tenten en Podia, onder andere. En met Van Ham verhuren wij tenten, podia voor de grote publieksevenementen, eigenlijk in de Benelux, een klein stukje Duitsland. En normaal gesproken, als er geen corona is, dan doen we ongeveer een 850 evenementen per jaar, waarvan het overgrote gedeelte in de zomermaanden zit. Mensen kennen ons het meeste van de grote publieksevenementen, dus Lowlands, Pinkpop, Decibel, Intense, noem ze maar op. Maar daarnaast doen we ook tv, dus we doen heel veel live uitzendingen voor Omroep Max. Op locatie maken we de podia's voor. We doen sportevenementen, EK voetbal, Formule 1-achtige dingen en we doen bedrijfsevenementen. Dus eigenlijk zijn we in vier takken van sport actief. Ja. Maar de belangrijkste en de meeste ons van kennen is van de festivals. Ja. En we hebben het geluk met COVID dat eigenlijk alle vier de takken van sport er helemaal uit liggen. Dus bij ons is het de laatste 15 maanden best wel rustig geweest. Ja, ja, begrijp ik. Nou ja, dat, hopelijk gaat het snel weer naar het oude niveau terug. Heel veel succes daarbij, alvast in ieder geval. Je vertelt, je werkt voor mooie merken zoals Lowlands en Tomorrowland. Waarschijnlijk nog wel meer, uiteraard nog een hele hoop meer festivals. Ik gok dat je daar niet zomaar van de een op de andere dag terechtkomt in zo'n branche. Het lijkt mij best wel een droom van veel mensen om voor dat soort mooie clubs te mogen werken. Hoe ben je daar zo ooit ingerold of mee begonnen met het verhuren van tenten en verhuren van materiaal in deze sector? Ja, ons bedrijf bestaat ondertussen al ruim 40 jaar. Mm-hmm. Ik ben in 2005 bij Van Ham komen werken, eigenlijk als projectleider. Ja. Toen deden wij nog heel weinig dance evenementen. Toen verhuurden we voornamelijk nog de grote gekleurde festivaltenten. In de 5 jaar dat ik er werkte, hebben we ons assortiment uitgebreid. Zijn we op een gegeven moment ook podiums erbij gaan verhuren. En in 2010 heb ik het bedrijf overgenomen. En toen hebben we eigenlijk besloten, wij willen een toonaangevende speler zijn in zowel de festivaltenten als in de podiummarkt. Ja. En vanuit toen hebben we best wel een vliegende start kunnen maken. Met heel veel geluk kwam Extrema Outdoor bij ons terecht. En dat was toen een van de vier grootste dance evenementen in Nederland. Uit de buurt ook hier? Ja, hier in Best. Dus dat was gewoon een thuiswedstrijd. En dat was echt een last minute opdracht. En dan bouwden we vier grote mainstages. En toen we dat mochten doen, toen zag de rest van de markt, bij Van Ham kunnen ze niet alleen tenten verhuren, dit kunnen ze ook. Ja. Dus dan door zo'n project te mogen bouwen, zien mensen van, maar als ze extreme outdoor kunnen, dan kunnen ze ook bij Decibel kunnen ze ook wel dingen. Ja. Dus zo rolde je er eigenlijk in. En daar zei ik, de laatste 15 jaar zijn we heel hard gegroeid. En vooral de laatste 10 jaar sinds de overname. Ja, hebben we elk jaar tussen de 15 en de 25% groei gehad. Ja. Met uitzondering van 2020, want toen hadden we 97% krimp ten opzichte van het jaar ervoor. Ja, begrijp ik. Ja, het is een mooie groei heb je doorgemaakt in de afgelopen jaren. Begin vorig jaar, ergens februari, begon natuurlijk het hele COVID-verhaal.
Ja, wat dacht je toen je dat, waarschijnlijk kreeg je het nieuws door uit China, dat dat een beetje een virus aan de gang was. Hoe zijn die eerste dagen of eerste weken voor jou verlopen? Ja, toen het in China was, toen maakten we ons eigenlijk nog niet zo druk, want je hebt natuurlijk ook SARS nog gehad daarvoor. Ja. Maar toen COVID in Italië kwam, toen begonnen wij ons eigen best wel serieus druk te maken. We hebben in 2001 hebben wij de MKZ-crisis meegemaakt, Monterclausier. Een veedierenziekte. Nou, dan zou je denken, nou heeft daarmee tentenverhuur te maken. Ja. Maar alle feestjes die bij boerderijen op de landerijen waren, ja, die gingen gewoon niet door. Ja. Toen werden ook mensen, grote groepen mensen, werden ook uit elkaar gehouden. Want die pandemie in dierenland, die moest gewoon gestopt worden. En dat had toen ook een impact op je business. Ja, en dat jaar hebben wij 80% van onze omzet verloren. Sorry. Dus dat was in 2001. Nou, in 2005 ben ik bij het bedrijf komen werken. Toen hebben we het er vaker over gehad. In 2010 nam ik het bedrijf over. En toen ik het overnam, toen vroeg de bank van wat zie jij als jouw grootste bedreigingen? Ja. Concurrentie of noem maar op. Ja, wij hadden toen op 1 MKZ staan en op 2 de varkenspest. Ja. Nou, 2019, je zit nou in ons nieuwe pand. 2019 hebben we hier nieuwbouw gerealiseerd. De opening hebben we 1 februari 2020 gehad. En ook toen vroeg de bank weer aan ons, wat zijn jullie grootste bedreigingen? Ja. En toen stonden weer... zulke ziektes hier. En nu hebben we de menselijke variant. Ja. Ja, en we zien dat niet alleen onze markt helemaal opbreekt, maar dat het eigenlijk gewoon wereldwijd zorgt voor verstoringen in alle processen die er maar zijn. Ja, dus de bank die vroeg toen, dus jullie waren er ergens onbewust, leefde er iets dat je er al mee bezig was. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar zo over dacht op zo'n moment in jouw branche. Nee, hier, toen op een gegeven moment in Italië de eerste... signalen serieus begonnen te worden. Toen namen wij contact met de bank op en toen zeiden we van, wat gaat er... We moeten rond de tafel, want er is COVID in Italië en als dat in Nederland komt, dan hebben we een gigantisch groot probleem. Ja. Dus ik wil met jullie rond de tafel en hoe gaan we dan met aflossingen, rentes, kosten snijden? Ja. En de bank zei gewoon, we maken je eigen druk over. Er is nog helemaal niks aan de hand. Er is geen besmetting in Nederland. Ik zei, nee, dat klopt. Maar op het moment dat het wel in Nederland komt en we kunnen het niet onder controle houden in Nederland, ja, dan gaat het heel erg snel. Ja. En dat was... de gesprek voerden wij 1,5 week voordat de eerste besmetting in Nederland was in Leun op Zand. Ja. Ja. Dus op dat moment werden wij gewoon nog niet serieus genomen door de banken, iedereen... Iedereen geloofde er nog niet in en ik ben niet bang van COVID. Alleen ik ben wel heel erg bang van de gevolgen die zo'n pandemie voor ons bedrijf kon hebben. Ja. Ja, en nu zijn we meer dan een jaar verder en dan zie je hoe groot de schade is die aan de economie is toegebracht. Ja. En wanneer ging je dat voor het eerst in het bedrijf merken? Dat je dacht, oké, nu moeten we echt knopen gaan doorhakken of anders plannen of opdrachten die niet doorgingen. Hoe heeft dat zich ontwikkeld in de maanden na dat eerste gesprek dan in Loon op Zand? Bijvoorbeeld in juni, juli... Ja, dus vrijdags was... op vrijdag was die eerste besmetting in Loon op Zand. Op maandag hebben wij besloten ons noodplan in werking te stellen. Dus alle orders cancelen, noem allemaal maar op. Iedereen vond mij toen nog heel erg voorbarig, want er was eigenlijk niks aan de hand. Evenementen gingen nog gewoon door. We waren nog festivals aan het bouwen. In de evenementenbranche zelf was er ook nog weinig onrust. Tot 15 maart dat de persconferentie kwam en dat alle evenementen verboden werden in één keer. En de dag erop stond bij ons de telefoon roodgloeiend en in 24 uur verloren wij 1,5 miljoen euro aan gecontracteerde omzet. Dus opdrachten die allemaal verstrekt waren, die we de dag erop misschien al wel gingen bouwen. En dat heeft zo... na elke persconferentie konden wij de klok erop gelijk zetten. Dat geen leuke dag zou worden, zeg maar, de dag erop. Ja. Jeetje, ja, dat is wel even een impact die dat dan heeft op je business, op je leven, op je personeel. En dat vergeten heel veel mensen, maar ook voor het personeel. Hè. Ja. Wij zijn gewend om leuke dingen te doen. Ja. Maar als jij alleen maar bezig bent heel de dag met klanten te woord staan die een evenement moeten annuleren, dat doet ook mentaal wel iets met je mensen. Ja. En wij zijn een gezond bedrijf, we zijn financieel gezond, we hadden een goede buffer. Ja. Dus wij konden redelijk snel onze mensen ook duidelijkheid geven. Voordat het duidelijk was dat het lang zou duren, hebben wij gezegd, jongens, stel dit duurt tot 1 september, hoef je eigenlijk niet druk te maken over je baan. Ja.
Ja. Dus wij kunnen de salarissen betalen. Wij kunnen aan al onze verplichtingen voldoen. Dus wij hebben een noodplan liggen. Ja. En dat gaan we nou uitvoeren. En ja, in september dan zal het, dan kijken we weer verder. Ja. En ja, wij waren er nooit van uitgegaan dat de overheid met steunmaatregelen zou komen. Nou, als die steunmaatregelen niet gekomen zouden zijn, ja, dan hadden wij in september de stekker uit het bedrijf moeten trekken. Ja. Maar we hebben wel heel erg bewust gekozen. Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Ja. En we hebben gezegd, als het schip ten onder gaat, dan gaan we ook mee z'n allen. En we gaan nou niet met de kaasschaaf over de organisatie en elke keer een, de mensen die we even niet nodig hebben, die... Ja, precies. We doen het samen, ja, of we doen het niet. En ja, en ja, ik denk dat die mentaliteit ons ontzettend geholpen heeft in de laatste 15 maanden. Ja, ja. En je hoort natuurlijk, of natuurlijk, je leest wel eens wat negativiteit over hoe de overheid omgaat met de coronacrisis. Er zijn vanuit allerlei invalshoeken, komt het goed of slecht uit, hè? Net welke branche je vertegenwoordigt, of net welke branche je actief bent, of hoe je ernaar kijkt. Hoe kijk jij erop? Want enerzijds geef je aan, ja, we zijn keihard geraakt erdoor. Anderzijds zeg je, maar we zijn ook deels, hebben we het, ons bestaan nu nog te danken aan steunmaatregelen. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen 12 maanden of de hele periode, als je dan kijkt naar de overheid? Hier, als ik kijk naar de overheid tot 31 december, dan ben ik gewoon zeer teleurgesteld. Want zeker voor de grotere bedrijven in Nederland zijn de steunmaatregelen verre van voldoende. Ja. Dus je had de NOW en dat is goed, hè, voor de mensen. Alleen, mensen is maar een klein deel van onze kosten. Hier, een bedrijf met onze schaalomvang krijgt dan 50.000 euro steun per kwartaal. Ja, dat komt vandaag binnen en morgen is het op. En dan heb ik nog 2 maanden en 29 dagen door te komen, zeg maar. Ja. Dus ik snap de maatregelen die de overheid heeft moeten nemen. Alleen ik vind, als wij een bedrijfstak in het belang van de volksgezondheid sluiten, want dat is wat er gebeurd is, hè, dan vind ik ook dat je die bedrijfstak volledig moet compenseren. Ja. Heel vaak zeggen ze, ja, de horeca en de reisbranche, dat zijn de zwaarst getroffen sectoren. Die zijn ook ontzettend zwaar getroffen, maar de horeca is in 2020 al een periode toch weer open geweest. Ja, ja. Wij zijn echt 15 maart 2020 gesloten. Ja. En wij zijn al 15 maanden helemaal dicht. Er mag al 15 maanden helemaal niks. De horeca heeft natuurlijk ook een deel online van zijn omzet online kunnen laten. Ja, en ik denk dat daar ook een druppel op de gloeiende plaat is. Ja, ook voor die horeca. Dus dat is goed dat ze dat hebben kunnen doen. Maar de horeca in de zomer zijn alle terrassen open geweest. Ja. Dus ik zeg niet dat die mensen niet zwaar getroffen zijn. Alleen mensen vergeten wel eens ooit dat onze branche, heel de evenementenbranche, echt gewoon 15 maanden op slot naar nul gaat. Ja. En wij kunnen niet online tenten gaan verhuren. Want als mensen niet bij elkaar mogen komen, dan hebben wij geen businessmodel. Ja. Ons businessmodel is mensen bij elkaar brengen, een super vette ervaring geven. Ja, en dat is gewoon per wet verboden. We mogen nog met 30 mensen bij een begrafenis komen of zo. Ja. En dan houdt het op. Hebben jullie iets gewijzigd in je businessmodel? Of hebben jullie andere diensten gaan aanbieden of andere manier van omzet genereren? Ja, hier van hand tenten en podia, dat businessmodel staat en daar staan we achter. En daar geloven we ook in dat als dadelijk de economie, of als de evenementenbranche weer open mag, dat we daar weer mee aan de gang kunnen. Dus daar hoeven we niks aan te veranderen. Ons businessmodel is goed, ons verdienmodel is goed. Mm-hmm. Maar we moeten wel iets mogen. Ja, we zijn wel gaan kijken, wat kunnen we dan wel doen in de tussentijd? Of wat kunnen we voor nieuwe business gaan ontwikkelen? Een van de dingen die we gedaan hebben is op 1 juli een nieuwe website gelanceerd, van haminfra.com. En daarin zijn we eigenlijk de producten die wij al hebben en die we al leveren in de evenementenbranche, zijn we gaan inzetten in een compleet andere branche, in de bouw en in de infra. Ja, ja. En nou komen we erachter door zo'n traject van, hey, wij hebben bepaalde producten ontwikkeld al jaren geleden, die we al 10 jaar lang in ons assortiment hebben, die ze nog helemaal niet kennen in de bouw. Terwijl ze die wel heel goed kunnen gebruiken. Ja, dus je gaat dan bij een bedrijf en je vertelt wat ze doen, dan zeggen ze, oh, dat is fantastisch, daar zijn we al jaren naar op zoek naar zo'n oplossing. Dus wij kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk tijdelijke fietspaden maken. Ja, vanaf het moment dat wij daar de boer mee opgegaan zijn en bij de bouwbedrijven langs, elk bouwbedrijf is nu klant van ons die ons weet te vinden. Dus op die manier kun je ook positief hier. Ja. Evenementen lag helemaal stil, maar op een gegeven moment moet je wel weer een positieve vibe krijgen. Dus je gaat een nieuwe website bouwen, je gaat nieuwe content creëren, je gaat naar bedrijven toe.
Je krijgt weer offerten aanvragen, je gaat weer projecten voorbereiden, je gaat kleine klusjes bouwen. Je bent weer helemaal aan het pionieren, maar je bent wel met positieve dingen bezig. Ja. Je bent nieuw business aan het bouwen. Ja. En, dus afgezien van de omzet die eruit komt, wat wellicht een druppel op de groene plaat is, is het de grootste bijvangst, of misschien nog wel een belangrijk effect, het feit dat je met iets nieuws bezig bent, dat de vibe weer terug is, dat je team lekker aan het werken. Ja, dat je gewoon een positieve sfeer in je team hebt en dat je leuke dingen aan het doen bent en dat die mensen weer binnen ons eigen bedrijf aan het werken zijn in hun eigen functie. Ja. Misschien wel in een hele andere branche, maar uiteindelijk zijn wij met hetzelfde team dezelfde dingen aan het bouwen. Alleen nou staat die brug staat niet op Tomorrowland, maar die brug die staat bij een school waar aan de weg gewerkt wordt en waar de kinderen tijdelijk veilig over moeten kunnen steken. Ja, ja. Dus we doen heel andere dingen, maar wel op een leuke manier. Precies. En zie je dat over 2 jaar bijvoorbeeld, denk dat stel je voor alles is weer helemaal normaal. Zou het dan nog steeds een onderdeel zijn van je bedrijf? Ja, zeker. Ja, we hebben heel veel bedrijven gezien die zijn corona-achtige dingen gaan doen. Ja. Hebben wij in het begin ook gedaan. En eigenlijk kwamen wij heel snel erachter van, dat past niet bij ons. Ja. En hebben we gezegd, als we nou ergens in gaan investeren, dan moeten we ook duurzaam investeren. En dan moeten we investeren in iets, dat stel dat er ooit COVID-24 komt. Ja. Dat we een ander businessmodel er langs hebben en dat we niet afhankelijk zijn van die staatssteun. Ja. En dat we onze mensen toekomst kunnen bieden, dat we continuïteit kunnen bieden. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, klinkt goed. Klinkt als een, je hoort het vaak, een soort van cliché. Iedere crisis biedt kansen. Dus liever heb je geen crisis. Maar volgens mij ben je er heel goed mee omgegaan. Je wordt te focussen op de dingen die wel kunnen. Ik denk dat elke ondernemer dat moet doen hier. Ja. Elke bok op de weg is ook een kans. Dus als er ergens een bok op de weg staat, dan zijn er heel veel mensen die stoppen en die gaan ervoor staan. Alleen als jij die ondernemer bent die er wel overheen springt of die een nieuw weggetje aanlegt die er net omheen gaat en dat je dan wel iets kunt doen. Ja. Ik denk dat de kansen zijn die er altijd zijn. Ja. En die sterker maken als bedrijf, als team? Ja, als team, als bedrijf, de continuïteit. Wij hebben nou een nieuwe businessmodel langs een complete tak. Ja. En die tak is ondertussen zelfstandig en kan zelfstandig draaien. Wij kunnen daar niet het verlies mee opvangen waar we bij Van Ham tenten en podia draaien. Maar daardoor hebben we wel de 35 mensen die we fulltime in dienst hebben, hebben we wel volledig aan de gang. Ja. En dadelijk komt vanzelf die 100, 150 uitzendkrachten en ZZP'ers, die normaal ons team versterken in de zomer, die komen vanzelf weer terug. En wij zien nu al dat we af en toe mensen in moeten huren bij een infraproject. Ja. Dus dat is alleen maar mooi. Omgekeerde wereld eigenlijk, zo zegt ten opzichte van een halfjaartje terug. Ja. Van nog maar een half jaar geleden. Hoe zie je de toekomst over, laten we zeggen, over 2 jaar? Of over 3 jaar? Verwacht je dat alles weer helemaal bij het oude is? Of dat er nog steeds naweeën zijn qua corona? Of... Ja, ik denk dat er zeker naweeën zijn in de economie. Maar ik denk dat in onze maatschappij, dan hoop ik dat we volgend jaar april, dat alles toch weer bij het oude normaal is. En dat we weer gewoon op volle kracht het nieuwe evenementenseizoen in kunnen gaan. Hier, wij hebben natuurlijk altijd seizoenspatroon. En ik denk dat komende winter er heel anders uit zal zien als de winters die wij gewend zijn. Dat mensen dingen verschuiven of dingen ingehaald moeten worden of dat mensen nog bang zijn. Maar ja, als we daar eens een half jaar verder zijn of een jaar verder, dan zijn we weer allemaal aan het doen wat we leuk vinden. Ja. En dat ze naar feestjes gaan. Ja, precies. Nou, laat het hopen. Ik ga er ook vanuit en ik hoop het ook. Je gaf net al even aan dat je toen je de zaak overnam, 2010, toen had je eigenlijk al de visie van wij willen een marktleider of een grote marktspeler worden op het gebied van tenten en podia in evenementenland. Ja. Dat is een soort van visie of een soort van koers die je vanaf dat moment hebt bepaald. Je gaf ook aan, we liepen toevallig aan tegen een opdracht bij Extrema. Ik denk dat het niet helemaal toevallig is dat je altijd een soort van voelspriet in de markt hebt. Je loopt er op die manier toevallig tegenaan. Ja, oké, maar je moet ook het geluk hebben dat die klant jou het vertrouwen geeft. Ja, dat klopt. Maar je stond er wel voor open. Ik denk dat jullie er ook klaar voor waren. Ik weet niet of het daarna nog jaren daarna ook nog klanten zijn gebleven. Ja, tot nu. Dan waren je er waarschijnlijk gewoon klaar voor op het goede moment. Ja. Heb je dat altijd zo gedaan sindsdien? Dat je altijd je visie had, een bepaalde visie hebt of een bepaalde plannen hebt? Of maak je bijvoorbeeld plannen voor 1, 5 of 10 jaar en
Weet je waar je naartoe gaat? Of kijk je telkens per jaar, maar we zien wel wat we... Ja, wij maken wel een heel duidelijk plan per jaar. En wij een 3-jaren visie, dat is eigenlijk onze lange termijn visie. Mm-hmm. Ik geloof er niet in dat je 5 of 10 jaar vooruit kunt kijken in de tijd. COVID verandert de markt nou ook. Dus je moet gewoon snel schakelen. En ik denk, we hebben best wel wensen. En we hebben producten die we nog willen ontwikkelen. En waar wij denken dat over een paar jaar behoefte aan is. Alleen op dit moment is het zo, en eigenlijk de laatste 10 jaar dat ons bedrijf zo hard gegroeid is, dat elk nieuw product wat we in de markt gezet hebben, wordt een succes. Maar dat houdt ook in dat onze organisatie die het uit moet voeren, het ook bij moet kunnen houden. En eigenlijk onze uitvoerende kant, ja, dat is eigenlijk een veel groter probleem als nieuwe klanten binnenhalen. Ja, precies, want die moeten getraind worden om het op te bouwen. En het moet passen bij mensen zijn het belangrijkste kapitaal. En als jij geen goede mensen hebt, kun je ook geen goede dienstverlening leveren. Ja. Dus ja, alles draait om de mens. En hier een vrachtwagen, een podium, ijzer, dat kan iedereen kopen die geld heeft. En anders kun je wel iemand vinden misschien die zo gek is, die er geld in jou wil stoppen en in jou gelooft. Ja. Dus spullen kopen kan iedereen. Alleen werken met de juiste mensen en een goed team bouwen, ja, dat is veel moeilijker. Ja, je kan niet zomaar 30 mensen aannemen en erbij gooien. En dan nee. Dat ben je al heel... Nee. Dat werkt wel anders natuurlijk. Oké, en welke rol denk je dat... hoe belangrijk is internet voor de groei geweest van je bedrijf afgelopen... ik kom zelf natuurlijk uit de internetomgeving. Afgelopen 10 jaar, laat ik het daar even op houden. Ja, internet is gewoon mega cruciaal. Voor de camera's aan gingen, zei ik nog tegen jou van, je kunt je eigenlijk niet voorstellen, maar 20 jaar geleden of 25 jaar geleden betaalden wij 25.000 gulden per jaar aan het telefoonboek en de Gouden Gids. En moesten wij het hebben van de mensen die ons daar konden vinden en van beurzen. En door de komst van internet is voor ons een wereld opengegaan en zijn wij veel makkelijker vindbaar voor iedereen. Ja. Vroeger belden mensen op en dan zeiden ze, we hebben een tent. En dan vroegen wij, moet je ook een wc-wagen hebben? Oh ja, die hebben we ook nodig. Kunnen jullie dat ook regelen? En rijplaten en hekken. En konden wij, zeg maar, uit ons netwerk een hele hoop spullen aan die klanten verhuren. Door de komst van internet is heel die wereld weggevallen. Want iedereen kan nou een toiletverhuurder vinden. Iedereen kan nou een kachelverhuurder vinden. Dus op een gegeven moment hebben wij rond 2006, 2007 hebben wij gezegd van, hier het inhuren en doorverhuren aan klanten, daar stoppen wij mee. Want daar kunnen wij geen toegevoegde waarde meer zijn voor onze klant. Want die klant kan die spullen zelf ook vinden. Ja. Maar daarmee, door ons eigen weer volledig op onze eigen producten te gaan focussen. En door internet kon je heel specifiek onze spullen gaan verhuren. En als je dan ziet, we hebben 10 verschillende tenten. En die ene tent, die staat er nog niet zo heel veel op. En we zullen eens een berichtje op social media plaatsen over die tent. Of we zullen eens een filmpje of een terugblik van iets wat we ooit gemaakt hebben. Dus je moet continu in de picture blijven bij je klanten. En uiteindelijk gaan mensen je alleen maar vinden als je op die eerste 5 regels van Google staat. Want ik ben in ieder geval ook niet iemand die naar pagina 27 klikt om daar nog een link aan te klikken. Dus als jij niet vindbaar bent op internet, dan geloof ik er niet meer in dat je in onze branche nog een levensvatbaar bedrijf hebt. Nee, geloof ik ook niet. Geloof ik niet. En welk kanaal werkt het best voor jullie? Ik denk als je gewoon kijkt op echt koude acquisitie, mensen die ons gewoon niet kennen, dan is gewoon Google het allerbelangrijkste voor ons. Het is toch de grootste zoekmachine samen met YouTube. Komen er ook grote klussen uit? Ja. Ja? Ja, hier bijvoorbeeld de voetbalclub, die 1 keer in de 10 jaar een jubileum heeft. Daar zit elke 10 jaar zit daar een compleet nieuwe commissie. Die weten niet wie 10 jaar daarvoor de tent geleverd heeft. Dus het is gewoon heel erg belangrijk als zo'n club nieuwe mensen aan de gang gaat, dat ze ons weten te vinden. En dan gaan ze naar Google en dan zoeken ze in feesttent huren of festivaltent huren. Ja, en dan is het wel heel erg fijn dat je goed vindbaar bent. Ja, ja, en je gaf het even aan, je werkt ook bijvoorbeeld voor Lowlands of een Tomorrowland. Komen er ook van dat soort opdrachten voor dat soort festivals? Of misschien een iets kleiner kaliber? Maar... Ja, dan is bijvoorbeeld de vindbaarheid op basis van foto's is ook heel belangrijk. Mensen gaan op een gegeven moment ook op afbeeldingen zoeken. Ja. Als ze een bepaald beeld hebben van we gaan een nieuw concept neerzetten. Met een bepaalde look en feel. We hebben op een gegeven moment een zandkleurige tent gemaakt. En mensen gaan die nature festivals of niet meer allemaal blauw, geel, groen, roze, paars.
gewoon rustigere kleuren. En dan gaan mensen op foto's zoeken en dan zien ze die tent en zeggen ze, hey, die tent vind ik vet. Ja. En die klikken ze aan en dan willen ze meer informatie en dan komen ze op je website. En ze klikken het aanvraagformulier aan en mensen zijn in contact. Dus ja, je moet gewoon zorgen dat je eigenlijk op al die kanalen toch goed vindbaar bent, vind ik. Ja, dus eigenlijk ben je continu bezig met je vindbaarheid, maar ook met hoe je klant zoekt. Of hoe je je klant in beweging krijgt via internet. Want het begint bij Google, maar het sluit wellicht weer aan. Je website die sluit daar weer op aan. Dus mensen moeten daar goed worden voorgelicht. Ze moeten precies zien wat ze daarvoor terugkrijgen. En dan... Ja, en ik geloof er gewoon in dat je alle informatie moet delen die er is. Dus als iemand een nieuw festival gaat doen, dan moet hij makkelijk die informatie kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld op onze website staan alle plattegronden van alle mogelijke tentuitvoeringen. Kunnen mensen gewoon aanklikken. Als pdfje, als dwg'tje, als 3D-bestand. Dus mensen kunnen al heel veel informatie krijgen zonder dat ze ons lastig hoeven te vallen. Ja. Maar iemand die s'avonds ergens zit te werken en die wil alleen een plattegrondje hebben, die vindt het misschien de stap om te bellen te groot om die informatie te vragen. Nou, waarom niet gewoon geven? Ja. Die informatie is er toch. Ja, ja. Ja, goede strategie denk ik. Ja, delen is vermenigvuldigen. Ja. Ja. Ja, klinkt goed. En waar zie jij nog de komende jaren, als je puur kijkt naar online marketing en naar alle kanalen die er zijn? Want je hebt LinkedIn, Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, noem het allemaal maar op. Maar welk kanaal denk jij dat de komende jaren belangrijker gaat worden in jouw branche? Ja, ik vind het wel heel spannend, zeg maar, want als ik daar naar kijk, dan ben ik eigenlijk alweer een oude lul. Hè? Want ik ben 40 dan. En dan als je ziet hoe snel die ontwikkelingen gaan, dan kun je het eigenlijk als ondernemer niet meer bijhouden. Snapchat, weet ik veel, wat het er allemaal nog meer is. Op dit moment is gewoon Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube zijn voor ons belangrijke kanalen. Maar ja, bestaat Facebook over 3 jaar nog? Ja. WhatsApp. Wordt ook wel ooit vergeten. Wij zien ook wel als een soort social media, want je kunt natuurlijk ook meer klanten appen en noem maar op. Dus eigenlijk alle communicatiemiddelen zijn belangrijk. En af en toe valt er eentje af. En een van die dingen die afgevallen is in de laatste 15 jaar is de fax. Ja. In ieder geval in Nederland. Maar als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, dat klinkt misschien heel raar, maar in Duitsland wordt nog steeds de fax heel veel gebruikt vanwege de rechtsgeldigheid van documenten. Ja, ja. Dus de landen en de regelgeving moet ook die ontwikkeling bij kunnen houden, zeg maar. En in Duitsland liggen ze daar nog veel verder achter als in Nederland wat dat betreft. Ja, ja. Digitaal ondertekenen wordt in Duitsland niet geaccepteerd. Krijg je gewoon netjes een contract per post opgestuurd met een envelop. Handtekening eronder, terug erin en terugsturen. Ja, bijzonder is dat dus in Nederland niet meer voor te stellen. Nou ja, dat kun je eigenlijk niet voorstellen dat je nog al je contracten per post gaat doen. Ja. En hoe zit het in België? Doe je veel? Ja, België is wel vergelijkbaar met Nederland. Dus de manier van werken is vergelijkbaar, alleen de manier van communiceren is gewoon heel erg anders. Ja, de cultuur net anders is. En... Ja, maar ja, dat zie je in Nederland ook. Je zou het bijna niet voor kunnen stellen, maar wij komen uit het zuiden van het land. Misschien dat mijn stem het iets verraadt. Maar ik wil zeggen, de cultuur tussen onder de rivier en boven de rivier is ook al gewoon heel erg verschillend. Absoluut. Dus die regionale verschillen die je in Nederland hebt, zo kun je het eigenlijk ook zien op het moment dat je België ingaat. Ja. Dan krijg je toch elke keer met andere culturen te maken. En je moet je eigen gewoon aanpassen aan... Ja, de dingen die iedereen wil hebben. En op de manier hoe hun het willen hebben. Ongeacht de cultuur, dat moet je denk ik altijd doen. Ja, je moet als organisatie moet je eigen aanpassen aan die cultuur. Hier in België, in ons geval, als je naar een klant gaat, hoef je echt geen afspraak in te plannen voor 3 kwartier. Ja. Want dat lukt gewoon niet. Je bent gewoon altijd 2 uur bezig. Even nog ergens een smoske eten, even dat. En dat hoort er gewoon bij. In Amsterdam sta je binnen 25 minuten, gaat de deur weer open en komt de volgende afspraak binnen. Ik zag ook net even op jouw kantoor een mooie wereldkaart hangen. Ja. Tekent die ook jouw ambities om wereldwijd meer te gaan uitbreiden? Of? Nee, wij hebben juist niet de ambities om wereldwijd dingen te doen, maar we doen wel dingen wereldwijd. Okay. Dus er hangen 3 verschillende landkaarten hier in het pand. Eentje is van Nederland, eentje is van België en eentje is van de wereld. En eigenlijk op elke plek in de wereld waar onze materialen ooit geweest zijn,
Of staan of aan verkocht zijn, zetten wij een prikkertje erop. Ja. Dus, maar het is niet zo dat jullie in Duitsland en Engeland allemaal Google-campagnes... Nee. Wij richten ons eigenlijk echt alleen op Nederland en België. Ja. We hebben wel een stukje Duitsland, maar wij zeggen eigenlijk... ons bedrijf is heel erg goed in een straal van 150, 200 kilometer rondom onze vestiging. Dus dat is Nederland, klein stukje Duitsland en Vlaams-België. Ja. Wallonië doen we niks, Frankrijk doen we niks en die ambitie hebben we ook niet. Collega's van ons hebben die ambitie wel. Wij krijgen ook wel aanvragen uit die gebieden. Maar dan werken we vaak met een partner samen die dan die opdracht in Spanje uitvoert met onze materialen. Dus dan passen we hem door aan een collega-bedrijf. Ja, mooi is dat je zo kan, toch kan samenwerken met... enerzijds, soms zijn het misschien concurrenten, anderzijds zijn het weer je partners. Ja, hier, je moet goed weten waar je goed in bent. Precies. En onze ook gewoon een klus laten schieten. Ja, onze organisatie is niet goed om een project in Australië of in Nieuw-Zeeland of in Canada te doen. Vanwege de regelgeving, vanwege de wetgeving, maar ook vanwege het feit dat onze mensen graag thuiskomen. Ja. Dus ze vinden het helemaal niet erg om één dag in het hotel te zitten. Maar onze organisatie is er niet op ingesteld om mensen 3 maanden naar Brazilië te sturen. Om daar een ontzettend groot project te doen. Hoewel dat natuurlijk ontzettend leuk klinkt. Maar als je 1 keer gedaan hebt, dan... mis je familie en dan neem ons vlagboek. Wij hebben vroeger ook projecten in Spanje gedraaid. En het eerste jaar als je naar Spanje gaat, dan wil iedereen mee. En als je dan het tweede jaar vraagt, wie gaat er weer 3 weken mee naar Spanje... waren er in 1 keer een heel stuk minder mensen die willen. Want uiteindelijk, of dat we nou in Barcelona staan, of in Amsterdam, of in Berlijn, of in Eindhoven. Uiteindelijk zijn we hetzelfde trucje aan het doen. En als we s'avonds afgewerkt zijn, gaan we naar het hotel en zit je in het hotel. Want het lijkt dan mooi van, je reist heel de wereld overheen. Ja, lekker op het strand liggen in Spanje. Ja, dat is niet. Je komt uit het vliegtuig, stapt in de auto, je rijdt naar de locatie, je bouwt op. Ja. En je zit met deadlines, want een paar dagen daarna gaat het vliegtuig weer terug en moet je weer wel in dezelfde vliegtuig zitten. Dus die internationale ambities, die hebben we gewoon niet. Het is heel mooi dat je weet wat je wel wil en wat je niet wil en wat er bij je past. Je staat sinds 2010 aan het hoofd van een inmiddels hele grote club, kan ik wel zeggen. Je hebt waarschijnlijk van alles meegemaakt als ondernemer, ups en downs, uitdagingen, leerpunten, successen. Wat voor advies kan je meegeven aan mensen die nu bezig zijn met het beginnen van een bedrijf of die al een bedrijf hebben die het verder uit willen bouwen of gewoon aan ondernemers die net even wat meer willen, de volgende stap willen nemen, wat zou je advies zijn? Als je de volgende stap wilt nemen en je wilt als bedrijf groeien, dan kun je dat alleen maar met de juiste mensen. Dus wij hebben altijd gezegd, onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom hebben wij in de crisis ook van niemand afscheid genomen. Of dat hier nou de poetsvrouw is of een salesmanager die 2 miljoen euro omzet binnenhaalt. Elke schakel in je organisatie heb je nodig. De jongens die het onderhoud doen, de jongens op de vrachtwagen, de projectleiders, de werkvoorbereiders. Iedereen is even belangrijk, want als 1 schakeltje niet in je organisatie klopt... Dan is het waardeloos. Zie je, de ketting is net zo sterk als de zwakste schakel. Ja. En uiteindelijk denk ik dat kwaliteit en service altijd overwint. Ja. Dus, en ook, daar moet je in alles doortrekken. Ook de bedrijven waar je mee samenwerkt, ga voor kwaliteit. Hier, prijs-kwaliteit moet altijd in verhouding staan. Hè? Maar goedkoop. Wil niet altijd zeggen dat je ook het beste uit bent. Dus prijs is niet alles. En je ziet toch wel heel veel bedrijven op het moment dat ze gaan groeien. Dan wordt er een inkoper aangenomen. En die inkoper die wil laten zien hoe goed dat hij is. Dat hij 5% kan besparen. En relaties waar 20 jaar mee gewerkt wordt, wordt dan in 1 keer afscheid genomen. Want iemand anders kan het goede koper. Ja. Maar verderop in het traject wordt niet dezelfde service geleverd. Dezelfde kwaliteit. De leverzekerheid is minder goed. En uiteindelijk wordt de winstgevendheid van zo'n bedrijf dan gewoon minder. Dus... Kan je een voorbeeldje noemen van iets wat je afgelopen jaren hebt meegemaakt? Wij zijn heel erg hard gegroeid. En op een gegeven moment groeide onze organisatie niet mee. En ik was eigenlijk de zwakste schakel in heel de organisatie. Dus de omzet die ging zo omhoog. Ja. Maar daarmee, doordat alles fout ging en dat je eigenlijk je organisatie niet in controle had, gingen de kosten...
die groeide nog sneller. Ja. Dus op een gegeven moment kom je op een punt dat de kosten de omzet inhalen. En dan is het keileuk om te zeggen, ah, we hebben 20% omzet geplust. Maar als de kosten ook 20 of 30 of 40% mee gegroeid zijn, ja, waar heb je het dan voor gedaan? Ging de winst omlaag of misschien wel? Ja, dus uiteindelijk gaat het om welk stukje marge kun je halen. En die marge moet gezond zijn. En als de marge goed is, waarom nog meer marge maken? Ja. Uiteindelijk moet je het samen met je klant doen. Als onze klant geld kan verdienen, kan ik ook geld verdienen. Dat zien we nou in de corona. Er is geen één festivalorganisator die iets mag organiseren. En dan heb ik ook geen werk. Dus uiteindelijk doe je het samen. Ja, ja. Nou, mooie afsluiting van dit interview. Dankjewel, Martijn. Nou, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Mooie lessen van een ervaren ondernemer. En ook leuk om te horen wat je qua online marketing doet. En ik hoop dat corona heel snel achter de rug is. Dat je weer lekker door kan gaan met het helpen van het organiseren van festivals. Of het leveren van materiaal daarvoor. Ja. En succes de komende jaren. Dankjewel.